Ja, zeker een stormloop op de Oekraïnse vlag op het moment. We merken sinds afgelopen vrijdag dat er ontzettend veel orders binnenkomen. Ontzettend veel behoefte is ook aan de Oekraïnse vlag. Zowel bij gemeentes als particulieren als bedrijven. Dus dat is heel mooi om te zien. We hebben normaal gesproken tientallen per jaar verkopen van de Oekraïnse vlag. Het is niet normaal gesproken geen hardloper. Nu hadden we afgelopen weekend al zeker 200 orders. Het meest verkocht wordt op het moment de gevelvlag. Die is 100 bij 150. Die zien we heel veel door particulieren besteld worden. Maar ook de mastvlaggen, 2 meter bij 3 meter bijvoorbeeld, is erg in trek voor gemeentes. Kunnen jullie het beetje aan? Nou, omdat we zelf onze productie in eigen hand hebben, dat is wel een groot voordeel, kunnen we makkelijk schakelen. Gelukkig hebben we de producten allemaal, of de materialen allemaal op voorraad. En kunnen we met een beetje bijschakelen de vraag gelukkig wel aan. Ja, tuurlijk is dat natuurlijk bizar wat er in Oekraïne gebeurt. Maar we vinden het wel mooi dat organisaties en gemeentes en mensen zelf ons product gebruiken om hun steun toe te betuigen aan de inwoners in Oekraïne. Nou, we hebben de Russische vlag zeker in het assortiment, want het is een landenvlag en wij verkopen alle landenvlaggen. Op het moment heb ik nog niet veel orders voor de Russische vlag voorbij zien komen, nee.